Ga ik je officieel opspelden, nee. Ja, dat is altijd heel anders. Even een merkje, Art. Hè? Ja, helemaal zo. Goed. Super! Zo. Je bent 10 jaar en je woont in Nederland. Wat vond jij van het spel? Ja, dat zeg ik je wel. Ik vond het ook wel een leuk spel. Want ja. Ik ben meer van computers. En ja, dat zeg je ook. Ja, ik vond het gewoon echt heel leuk. Ja, maar ik begreep dat jij ook nog wel een tip had, hè? Want jij zegt het had best wel langer en moeilijker mogen zijn. Ja, ze hebben het wel moeilijk. Ze weet niet waar degene van Hexie is. Ja, hier. Want ik had het in een avondje af. Ja, nou, oké. Okay, nou, dus, waar zit er dan aan het tekenen? Ik heb een beetje gekeken wat het was. Al een week gekeken. Ja, goed. Art? Zo, mag jij tekenen? Ja, jongen. Perfect. En ook jou als officiële hoofd van de politie. Zal ik hem hier? Moet je hem hebben? Ja, is goed. Jij bent cyberaspirantmaker. Heb je heel goed gedaan, jongen, want weet je hoeveel punten je hebt gehaald? Nee. 9.900. Zo. Dat is het hoogste aantal. Koud, jongen, of niet? Ja, oké, nou, dan zullen we maar even wat rare dingen doen, want ik zit in het koud. Je bent 8 jaar en je woont in Huizen. En jij bent een
echte cyberagent. En waarom ben jij een echte cyberagent? Wat vond je er zo leuk aan? Oké, okay, hij vindt het wel een heel leuk spel en eigenlijk moet iedereen het spelen, zegt hij. Ja, en ik begreep ook dat jij geïnteresseerd bent in alles wat met computers en techniek te maken heeft. Zo, je bijna mijn jas kreeg een beetje zo koud, heb je ook. Nee. Nou, Milan, we gaan hem tekenen. Gaan we zitten, opstaan wat je wil. Ja, helemaal goed, jongen. Van harte gefeliciteerd, ik hoop dat het snel warm krijgt. Oh, nee. We houden een plekje voor je vrouw bij de digitale afdeling van de politie. De later, zo mooi schoolwiel. Alsjeblieft. En de taxi. Want het staat er al maar goed. Derde is geworden bij ons in de gemeente, Alexander. En Alexander, mag ik jou naar voren vragen? En jij bent cyberaspirant veiligheid ook. En jij hebt in totaal 5600 punten gehaald. Je bent 9 jaar. En wat vond jij het leukste van het spel? Nou, ik vond de storyline heel leuk. En het was niet te moeilijk, niet te makkelijk. En ik vond het een super tof spel. En zijn er ook nog andere kinderen bij jou in de klas die het speelden? Nou, de hele klas eigenlijk. Oh, kijk, je bent goed bezig. en je had volgens mij doorgegeven. Ik heb gewoon het spel uitgespeeld. Ja. Ja, maar echt super knap gedaan, want niet voor niks, je hebt hartstikke mooie punten gehaald en daarmee de derde prijs gekregen. Dus ik zal even een pen pakken, dan mag die. Dan is dit mijn handtekening. En dan mag jij hier je naam zetten, ja. Of een handtekening. Super gefeliciteerd, ja. Heel knap gedaan. En je krijgt van de politieagent het speeltje. Ik zal maar gefeliciteerd en bedankt voor je hulp die je behad nodig. Ook jij bent nu officieel onze hulp. Alsjeblieft. En van Eva krijg je nog. En jij hebt in totaal 7270 punten gehaald als cyberaspirant veiligheid. Je bent 10 jaar als het goed is. Ja, en je woont in Zetten. Welke school zit je? Een Lamsgebouw. Oké. Okay. Ja, ik was pas nog, dus ik denk misschien heb ik je gezien daar. Maar goed. En je vond het spel volgens mij heel erg leuk. Ja. En wat vond je het leukste eraan? Ja, dat is echt niet. Alles? Ja, wel alles. En heb je het ook nog gespeeld met broertjes of zussen? Ja, mijn broertje heeft nog graag gespeeld, dus hij gaat waarschijnlijk zo mijn eigen account of op een andere account misschien doen. En dan kun jij hem helpen, hè? Net zoals dat je de politie al een beetje helpt. Echt heel knap gedaan. Ik zal voor jou jouw certificaat tekenen. En jullie zullen altijd de eerste officiële cyberagents binnen de gemeente zijn, hè? Want er is niemand anders binnen de gemeente dan jullie zessen straks die zo'n certificaat hebben, dus dat is wel heel bijzonder. Dan mag jij daar je naam zetten. Van harte gefeliciteerd. En dan krijg je een politiespel. Ja, maar ze gefeliciteerd. En ook hebben we hem officieel onze hulp. We geven dit bewijs van. Goed gedaan, kerel. Jij hebt namelijk, en jij bent cyberaspirantmaker, heb ik begrepen. En jij hebt maar liefst 6970 punten gehaald. En jij bent 7 jaar, volgens mij, als ik het goed heb. Dus eigenlijk zat je nog een beetje onder hoe oud je moet zijn, maar dat geeft aan hoe goed je het al kunt. En jij woont in Driel. Ja. En zit je op de Middelberg of op de Kameleon? Kameleon. Oké. En jij bent heel erg geïnteresseerd, begreep ik, in computers en in internet. En dan kun je misschien papa en mama wel helpen, of opa en oma. Ja. En wat vond je zo leuk daar? Dat ik veel op school daarmee kunt helpen. Ja? En deed je het ook spelen op school of het erover hebben met vriendjes? Ik speel het alleen thuis. Oké. Okay. Ja, op school zijn ze nog wat strenger in waar je een spelletje mag doen natuurlijk. Dat kan niet altijd meer. En je hebt veel gedaan, begreep ik, met apps en games. Ja. En zowel thuis
als op school ben jij heel erg behulpzaam, heb ik begrepen. Dus dat is altijd heel erg fijn. En nu ga je hier ook je naam zetten en dan krijg je van de politie de speld voor de prijs. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.